Joost, we staan hier bij een Hikari Siphon Bar Table. Klopt dat? Nee. Ja? Wat is het systeem? Kun je het iets over vertellen? Oké, dit systeem is een van de oudste zetmethodes. Zelfs ouder dan het espressoapparaat. Oorspronkelijk uit 1844, geloof ik. Door Française ooit ontwikkeld. Daar gebruikten ze twee tinnen blikken. Eentje waarbij het water erin zat en de andere waarbij de koffie erin ging. Maar die tinnen blikken die zetten zo ver uit dat ze konden openspatten. En daarnaast het filter wat er tussen zat was varkensvel gemaakt. Het gaf ook nog een lekkere smaak mee aan de koffie. Nou, nu is dat wat doorontwikkeld. Middels dit systeem. Kona heeft natuurlijk grote stappen daarin gemaakt met speciale eivormige bollen. Een speciaal glas. Nou, dat glas is hier door de Hikari verder ontwikkeld. Ook weer een eivorm. Een speciaal Pirelex glas. Dat is sterker dan normaal glas. En het is ovaalvormig. De sterkste vorm uit de natuur. En dit is niet de sifon. Dit is de globe. En dat is de sifon? Dat is een sifon. Een fles. Dus dat, ja. Alleen, nu draaien we hem om. Er zit een trechter bij. En dat trechter dat zorgt ervoor dat de koffie, de roesem, niet mee naar onderen gaat. Heet water wordt verhit door de temperatuur wat eronder zit. Gaat naar boven in de trechter, koffie erbij, verhitting weghalen en de koffie gaat weer terug. En zo heb je koffie gemaakt. Mag ik een vraag stellen voor de temperatuur? Ja. Wat is de temperatuur ongeveer van het water als het de koffie raakt? 90 graden en niet heter dan dat. De halogeenlamp gaat aan. Ik zet hem op high. Daardoor gaat het water heter worden en het kettinkje, kijk of we dat kunnen zien, het kettinkje wat eronder hangt, zie je dat erachter bungelen? Ja. Ja. Dat zorgt voor extra geleiding van de moleculen in het water, dus dat hang ik erin. En je ziet al dat het water begint te borrelen. En dat is een halogeenlamp van een heel groot vermogen? Precies. Wat is het voor? Ik ken ze met gasbranders. Waarom dit en geen gasbrander? Het voordeel is dat het heel helder is, dat het geen geur geeft. Het voordeel is dat je het kan controleren. Dus dit is 100% van zijn vermogen, maar dit is 80%. Je ziet dat het iets terugneemt. Dit is 40% van het vermogen. Oftewel, je kan heel direct, heel snel wisselen in temperatuur. Nou, het water begint nu te koken. Nu ga ik de koffie afwegen. Koffie gemalen. Ethiopië. Heel goed, Basili. Ethiopië. Zie je hem daarachter? Ja. Ja. Vers gemalen. Water kookt. Ik ga hem afsluiten. En daardoor, the only way is up. Oftewel, het water kan maar één kant omhoog. En de koffie zelf, moet je die hoger branden, lager branden? Wat voor filter? Nee, dezelfde branding als normaal bij de andere slookkoffie. Een filterkoffie branden? Filterkoffie, precies. Welke koffies komen nou hier met name tot recht? Met name ongewassen koffies, naturals. Want het moet niet alleen de lust voor het oog zijn, maar het moet ook de lust voor de tong zijn. De belangrijkste drie waardes om goede koffie te kunnen zetten zijn de drie T's. De eerste T is de temperatuur. De temperatuur van het water onderin is 100 graden, maar bovenin is het niet heter dan 90 graden. De tweede T is de tijd, oftewel het koffie moet niet te lang in contact zijn met het water. De derde T, dat is het leukste eigenlijk, is de turbulentie. Door hem te koken krijg je extra turbulentie in het water. Als ik de koffie erbij doe. Hoeveel gram koffie gebruik jij nu? Ik gebruik nu 24 gram koffie voor 300 milliliter. Dat is een hoge dosering, 8 gram per 100 milliliter. Maar daardoor krijgt hij heel veel mooie, volle, stevige smaak, mooie body. En welk protocol volg je met agitatie? Met de turbulentie? Ik laat hem 20 seconden voorwellen. Zodat het water tot rust komt. En daarna ga ik hem goed doorroeren, zodat alle koffie in contact komt met de koffie, met het water. Niet meer dan 7 keer natuurlijk. En nu tellen we hier tot 45. Dan heb je 25 seconden extractietijd. Wanneer ik bij 45 zit, dan roer ik hem nog één keer door. En ik haal hem van de hittebron af.
En daardoor ontstaat er een vacuüm in de onderste bol en die zuigt de koffie weer terug naar onderen. Het is niet die zwaartekracht, het is gewoon echt een vacuüm. Je ziet dat er twee losse delen zijn, maar dit is één geheel. Het systeem, dat zie je in Europa al. Ik heb het in Berlijn gezien, ik heb het in Denemarken gezien. Ja. Maar in Japan is het razend populair, hè? Razend populair. Je ziet het overal in Tokio, op de treinstations. Gek is dat, want het zou... Want het duurt best wel een tijdje voordat je dit gemaakt hebt. Maar mensen zijn zo gewend aan die mooie, zachte smaak. Veel meer theecultuur dan... En wat me hier op de beurs opvalt, is op het moment dat jij begint, dan stromen de mensen toe. Ja, dat is het leuke van het licht, hè? Het licht en het theater wat je maakt, dat willen we. We willen beleving. Niet alleen in de mond, maar ook de buiten. Het zou ook heel leuk zijn om het in een restaurant te doen. Maar dan heb je natuurlijk wel dat je op een trolley dit hebt staan. Ja zeker. Zeker. Zijn er restaurants die het doen? Er zijn wat koffiebars die het hebben. Screaming Beans onder andere in Amsterdam heeft het. En Two for Joy Coffee. Maar nog niet zoveel restaurants. Oké, we gaan hem proeven. Ja, goed.